Neem een plaats in zit. En je zorgt als je zit dat je met je voeten goed contact maakt met de aarde. Ja? Dus dat helpt al om een stukje in gronding te gaan, spanningen te kunnen laten afstromen naar de aarde toe. Ja? En dan plaatsen we onze handen onder onze buik. En brengen onze aandacht naar binnen. Ademen rustig in ons buikcentrum. En let erop om ontspannen recht te zitten. Je hoofd, je hart en je buik zoveel mogelijk op één centrale lijn. En we gaan beginnen met zachtjes te cirkelen over onze buik. Ja, eerste kennismaking. De chi circuleren in ons buikcentrum. Ja. En dan brengen we onze vingertoppen terug naar het centerpunt. Ja, dus je voelt weer eventjes je navel. En dan twee vingers onder je navel plaats je je vingertoppen. We gaan nog eens dat tantienpunt openen. Daar straks hebben we telkens op adem in en uit gegaan. Nu zal het de bedoeling zijn dat we in de diepte aanwezig blijven. Dus we gaan de energie in ons buikje openen via het tantienpunt. Dus vingertoppen. Twee vingers onder de navel op de centerlijn. Je ademt in. Uit, buig naar voren. Laat je vingertoppen langzaam in de diepte zinken. En steun met je voorarmen op je dijen en laat je buikje zinken op je vingertoppen. Ja. Ga zo diep als dat je comfortabel aanwezig kunt zijn. Rustig blijven ademen. Aandacht onder je vingertoppen. Indien je een hartslag rechtstreeks onder je vingertoppen voelt, dan moet je je vingertoppen een klein beetje lager brengen. Je wil onder de splitsing van de aorta blijven. Nog eventjes in de diepte. En dan inademend gaan we ons lichaam terug oprichten. De vingers komen uit het tantienpunt. En we gaan vibreren in het punt. Ja, vibreren. En je stuurt de trilling ook recht naar achter. In je buik. Ja, diep naar binnen. Los, 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 los. En dan hou je vingertoppen weer eventjes op het tantienpunt. En je voelt diep. Dat is een punt die we ook Kikai noemen, zee van energie. Voor mensen die meridianen kennen, dat is conceptievat 6. Twee vingers onder de navel gelegen. En dat is jouw centerpunt of tantienpunt. Oké, dan gaan we onze beenkanalen openen. Ja? En we gaan beginnen met te kloppen op de zijkanten van onze heupen. Ja. En kloppend gaan we via de zijkanten van de benen naar beneden toe gaan. Ja. En dan kloppend via de binnenzijde keren we terug. Ja. Dus we openen de chi dalend via de zijkanten van de benen naar de aarde toe. Ja, en via de binnenkant opstijgende yin-aarde-energie. Oké, kloppend. Energie in de benen openen. Afvoerend naar de aarde via de buitenkant. Aanvoerend via de binnenkant. Laatste keer kloppen. Vervolgens gaan we
op onze voetzool. Ja, vooraan in de voet. Startend vanuit je tweede teen glijd je over of naast de bal van de grote teen tot in nierpunt 1. Ja? En daar plaats je je duimen en je masseert dit punt. Ja? Dus je hebt de bal van de grote teen en daar zo heb je een heuveltje en gevolgd door een balletje, daarin masseer je. Ja? Dus je masseert dit punt. En dan ga je met één duim contact houden. Ja, dus ik werk op mijn linkervoet. Mijn rechterduim blijft op mijn punt. En mijn linkerhand gaat naar mijn nier. Ja, dus plaats mijn hand op mijn nier. En tegelijkertijd druk ik op het punt in de voetzool. Aandachtige aanwezigheid. Adem ik in en ik laat mijn aandacht vanuit mijn voetzool via de binnenzijde van mijn been naar mijn lies stromen en dan opwaarts tot onder mijn linkerhand, diep in de linkernier. We vitaliseren op deze manier onze linkernier. Goed. Zet die linkervoet neer op de aarde. Voel eventjes links-rechts. We gaan verder met die linkerzijde en die linkernier en we gaan onze aandacht brengen naar onze navel. Ja? En je voelt eventjes je navel. En ik plaats de tip van mijn rechterduim op de rand van mijn navel. Ja? Ik neem met mijn andere hand mijn pols vast. Ja? En wat je gaat doen is, je gaat inademen, uitademen en je laat de tip van je duim zinken in de rand van je navel. Loodrecht naar achter. Ja. En je ademt weer in en je duim komt er weer uit. En opnieuw uitademend, de tip van de duim zinkt op de rand van de navel. Dat is een windpoort. Dat is een typisch Chinachan punt gelegen op de rand van de navel. En nog een keer inademen, je duim komt mee naar omhoog. Uitademen, zo diep als dat je kan, zink je met de duimtop in de rand van de navel. Ja. En je mag je lichaam een beetje naar voren buigen, waardoor dat je onderrug wordt open naar achter. Ja. En het kan zijn in de diepte dat je de pulsatie van de aorta voelt. En dat is helemaal oké. Hou nog eventjes de druk aan. Dan laat je langzaam je duim uit het drukpunt komen. En je vibreert, je vibreert in het punt. Je plaatst nu je andere hand terug op de nier en je vibreert, je stuurt de vibratie van de windpoort naar de linkernier. Vibrerend, ja. En dan hou je je duim tot stil en je gaat in een energetische verbinding tussen je duimtop op de rand van de navel en de nier gelegen onder je linkerhand. Je kan een laserbeam vanuit je duimtop via die windpoort naar je linkernier sturen.
Rustig ademend, aandachtig aanwezig. En dan breid je je bewustzijn ook uit naar je linkervoet. 4.1 in de voetzool. Binnenzijde van je been. Via de lies. Opwaarts tot in de linkernier. En daar komt het samen met de energie die je stuurt vanuit je duimtop via de windpoort op de rand van de navel. Rustig ademend. Let the chi do the work. Laat de chi het werk doen. Jij bent aandachtig aanwezig. Je ademt. Er komt frisse energie vanuit de aarde via je voetzool naar boven gestroomd. En ook vanuit de windpoort maken we connectie met onze linkerknie. Oké, dan laat je die contacten los. Leg je handen eventjes op je dijen en observeer. Het verschil, de ervaring in de linkerzijde, naar de linkernier toe, ten opzichte van de andere zijde. Oké, dan hernemen we dat aan de rechterzijde. Ja, we brengen onze voet wat dichterbij, we sporen hè, of we speuren naar het nierpunt op de voetzool. Dus vanuit die tweede teen glijden we op onze voet onder de bal van de grote teen in het kuiltje masseren. Ja. Maar goede druk, stimuleer het punt. De naam van het punt is Yusen, borrelende bron. Ja, dus maakt een heel sterke connectie met de vitaliteit in onze nier. Oké, goed gemasseerd. Plaats nu je linkerduim op het punt. En breng je rechterhand naar je rechternier. Ja, verbinding. Nierpunt 1 op de voetzool. Ademend en met de aandacht weer glijden over de binnenzijde van het been. Via de lies opwaarts tot in de rechternier, tot onder je rechterhand. Aandachtig aanwezig, ademend. Ontspannen je lies, ontspannen je buik, heel belangrijk, zachte buik. Luister onder je duim, ter hoogte van je voet, wat er gebeurt. Luister onder je rechterhand, ter hoogte van de nier. Wat gebeurt er qua warmte, qua levendigheid? Vermogen om te ademen. Dan gaan we de windpoort openen. Zetten onze voeten weer mooi parallel op de aarde. En we nemen nu met de linkerduimtop contact op de rand van de navel. Ja? Dus op de rand van de navel, naar rechts gericht. Met mijn rechterhand fixeer ik mijn pols. En we gaan 3 keer ademen. Telkens met de uitademing laten we de duimtop op de rand van de navel naar binnen zinken. Ja. En de buik telkens een beetje naar voren. En met de inademing kom je er weer zachtjes uit. En je doet dat opnieuw. Uitademend. Die duim in de diepte. Aandacht gaat naar achter, richting de nier. En je komt er weer uit. En de 3e keer blijven we een tijdje in de diepte.
Let erop, je hebt een stevige duimdruk. Ontspan nu in de schouders. Ja, laat die zacht worden. Oké, zorg ook dat je ogen zacht blijven, je kaken ontspannen. Blijf eventjes in de windpoort, in de diepte, naar de rechterknie toe. En dan met een inademing komen we er langzaam weer uit. En we gaan vibreren, vibreren. Sturen de vibratie diep naar binnen in de windpoort. En ook richting de rechternier. Ondertussen heb ik mijn rechterhand alweer op de nier geplaatst. En ik tril naar de diepte. En dan een zacht contact. Duimtop nog altijd op de rand van de navel. Rechterhand op de rechternier, verbindende aanwezigheid tussen de duim en de handpalm. Ademend naar de rechternier toe. En dan verruim ik weer mijn bewustzijn naar mijn rechtervoet. Word mij bewust van dat borrelende bronpunt, nierpunt 1. En ik laat via de binnenzijde van mijn benen frisse, koele aarde-energie naar omhoog stromen, richting mijn rechternier. En dan laat ik ook dit contact weer even los. Zet mijn handen op mijn dijen en ik voel het effect van het openen van de rechterwindpoort, rechternier, verbinding met mijn rechtervoet. Goed, de motor is opgestart, we hebben de windpoorten geopend, we hebben de vitaliteit van de nieren geactiveerd, connectie gemaakt met de aarde. En nu gaan we starten met een zachte massage met onze vingertoppen. Ik begin weer naast mijn navel. Ja, zachtjes begin ik met de huid los te draaien. Ja. En als je goed kijkt, ga je zien dat ik meebeweeg met mijn lichaam. Ja. Beweeg. Cirkelend met mijn lichaam, dus zie het verschil tussen enkel maar draaien met je vingertoppen en zachtjes meedraaien met je lichaam. En dan telkens verplaats ik rond mijn navel, mijn vingertoppen en ga ik op een volgend plekje gaan cirkelen. Dus een paar keer ter plaatse cirkelen en dan naar een volgend plekje. Tot ik de hele contour van mijn navel heb meegenomen. Een zachte massage. En dan ga ik een beetje verder van de navel een tweede cirkel volgen. Opnieuw vingertoppen draaiend in de oppervlakkige laag van de huid. Ja? Dus we zijn bezig met wat we noemen de skin detox. Het ontspannen en openen van de huid. Een zachte massage. En zo volg je een tweede cirkel. Blijf mee bewegen vanuit je lichaam. En dan verruim je de cirkel opnieuw. En ga je nog een keer helemaal rond. En voel. Voel waar de huid los zit. Gemakkelijk kan gemasseerd worden. En waar de huid precies wat verkleefd is of wat harder aanvoelt. Ja. En we werken in wijzerszin. Ja, altijd de spiraal in wijzerszin. Dat heeft te maken met de doorstroming in onze dikke darm. Ja, dat gaat met de wijzerszin. Zo volgen de hele contour. Ja.
Misschien kan ik nog een vierde cirkel. Afhankelijk van de grootte van uw buik. Draai hem nog een keer helemaal rond. En zucht en blaas. Soms ga je de neiging krijgen om te heuwen. Dat is heel goed. Dat is zodat je spanningen kunt loslaten. Dan leg je zo een keer je handen hand op hand op het rechterdeel van je buik. En je gaat een groot stuk van de huid meenemen en losdraaien. Hand op hand. Een groot stuk. We zitten nog altijd wat in de oppervlakte. Het rechterdeel van mijn buik. We zitten op de zone van het houtelement, gekoppeld aan onze leverenergie. Dus het rechterdeel van onze buik. En dan schuift je door naar je zonnevlecht, het bovenste deel van je buik. Vuurelement. En je cirkelt. Cirkelt rond. En dan kom je centraal. Het gebied van rond de navel is het aarde-element. Ja. En dan schuif je op naar links. Metaal. En je draait, je cirkelt, beweegt mee met je lichaam in het metaal-element. En heven, oprispingen. Ja, allemaal goed. En uiteindelijk schuift je met je handen naar het onderste deel van de buik, de waterzone. Koppeld aan blaas en nier. En zo werken we op de vijf elementen energie. Met een zachte skin detox techniek. Oké, kom terug naar het centrum van je buik. Ja, leg je handen op de aardezone. We gaan de helende geluiden doen in combinatie met een druk in het buikcenter. Ja. Je kan kiezen om te gaan drukken met de volle hand. Ja. Of je kiest om met de tennisbal te werken. Ja. Je legt de tennisbal centraal in je navel. En met de uitademing gaan we het helende geluid voor de mild doen. De klank. Dus kies maar. Of met de volle hand. Ja, heb je eventueel een tennisbal, kan je werken met de tennisbal. Adem maar in. En met de inademing kom je terug overeind. We doen dat nog een tweede keer. Heel goed. Dan, als je met de tennisbal werkt, rol je de bal naar links. Ja, het linkerdeel van je buik, net naast de rechte buikspier. Of je plaatst je beide handen op de linkerzijde. Draai je bovenlichaam ook een beetje naar links. We zitten in het metaal, gekoppeld aan de longen, dikke darm. Hier gaan we het sissende longgeluid doen. Dus, klok. Je ademt in. En zink naar binnen, buig lichtjes naar voren met je lichaam, houd de druk even aan. Met de inademing kom je terug overeind, laat je de druk los en je herneemt een tweede keer. En je komt terug overeind. En je verplaatst je handen naar het onderste deel van je buik. Of je rolt je tennisbal naar het onderste deel van je buik.
Voor de dames die in de menstruele fase zitten van de cyclus, een zachte druk. Ook als je een spiraaltje zou zitten hebben, een zachte druk. Ditmaal gaan we werken met het niergeluid. De tjoek. Adem diep in. En tjoek. Zink in de diepte, buig naar voren. Laat je handen in de waterzone, druk de tennisbal eventueel diep naar binnen. Richt je weer op met de inademing. En herhaal. Richt je weer op. En verplaatst je handen of de tennisbal naar het rechterdeel van je buik. Dus op navelhoogte naar rechts naast de rechterbuikspier. Draai je bovenlichaam ook wat naar rechts. We zitten terug in de halszone met de lever en de schank. Adem diep in. En uit. Ademend richt je terug op. En je herneemt. Komt weer langzaam op. We verplaatsen onze aandacht en onze handen naar de zonnevlecht, het bovenste deel van de dantien, de vuurzone. Gekoppeld aan het hart. Hier gaan we het hartgeluid gebruiken. De adem diep in. En opnieuw inademen, oprichten, druk loslaten. En nog één keer. En dan kom je terug overeind. En dan kan je beginnen met de tennisbal, wat rollen. Over het geheel van de buik. Je kunt wat plassen voor zij die de tennisbal niet gebruiken. Ja, die gaan nog een keer een rondje doen. Doorheen de buik. Cirkelend. Maar een beetje dieper werken dan de eerste beweging. Ja, dus nog een keer je reis maken. En uiteraard passeer je. In de kleine cirkel zit je in de aardezone, in het rechterdeel van je buik, kom je in de halszone, bovenste deel van je buik, de vuurzone. En zo kan je nog eens alles wat meer in de diepte, gericht naar die vijf elementen, nog eventjes wat dieper bewerken. Ja, met massage overloop je nog een keer. En voel ondertussen waar zit voor jou de meeste spanning. Ja. Blijf meebewegen met je lichaam. Ja, dus reis telkens door die elementen. Onderaan het waterelement. Ja. In het midden rond de navel aarde. Links daarvan metaal. Rechts hout. Bovenaan vuur. Ja. Oké, goed. Cirkel. Cirkel over je buik. En dan plaats je je rechterhand op de rechterzone, linkerhand op de linkerzone. En mijn vingertoppen kijken naar elkaar toe richting de navel. Ik ga de energie van metaal en hout naar elkaar laten stromen via de trechter van mijn navel, diep naar binnen in mijn buik. De energie van metaal is de energie die komt vanuit het westen,
gekoppeld aan het seizoen van de herfst. Dus een energie die vooral een witte kleur heeft, een heldere kleur, zilver, hout. Ja. Zo de energie van de kristallen, de ertsen, de mineralen, de edelstenen. Aan mijn rechterzijde de energie van het houtelement, de tegenpool, de lente, komt vanuit het oosten. We verbinden ons met alle energie van het houtelement dat zich toont in de bomen, de planten, de struiken, de bloemen, de gewassen, groene weidse landschap. Groene houtenergie, de witte metaalenergie. We laten die naar elkaar toestromen richting de navel. En dan schuif ik de hand van metaal naar water onderaan en van hout glijd ik naar vuur. Breng mijn aandacht in de blauwe waterenergie, koppeld aan mijn blaas, mijn nieren, mijn voortplantingsorganen. Energie van de winter, energie die aankomt vanuit het noorden. Verbind mij met alle aspecten van water op de aarde. Van de kleinste bronnetjes, beekjes, rivieren, tot de meren, tot de zeeën, tot de oceanen. Het water diep onder de aarde, maar ook het water die via de regen naar beneden komt. Dan maak ik connectie met mijn vuurzone. Vuur gekoppeld aan mijn hart en mijn dunne darm. Seizoen van de zomer. Energie die van het zuiden komt. En ik verbind mij met alle aspecten van vuur op de aarde. De vlammen, het houtvuur, het kampvuur. Maar ook het vuur diep onder de aarde. Kokende lava. De rode vuurenergie laat ik naar mijn navel stromen, de blauwe waterenergie. Water en vuur komen samen in het centrum. Uiteindelijk plaats ik mijn beide handen op mijn navel en contact maken met het centrale element van aarde. Energie van het centrum, energie van de nazomer. Verbind mij met de totaliteit van de aarde in al haar aspecten, in al haar vormen, al het leven op en in de aarde. Ook die energie laat ik diep naar binnen spiralen in mijn navel. De okergele aarde-energie. Vanuit mijn linkerzijde komt de winter-metaal-energie. Vanuit de rechterzijde hout-energie, groen. Van boven de rode vuur-energie, van onder de blauwe water-energie. Alles komt samen in de aarde en ik spiraal. Ik spiraal ook zachtjes met mijn lichaam en met mijn handen. Met al de elementen samenkomen, spiralend. Een draaikolkje die diep naar binnen gaat in mijn buik. Al één hand op mijn navel en mijn andere hand plaats ik midden van mijn onderrug. Ik breng mijn aandacht in het midden tussen mijn handen. Maak contact met een lichtpuntje
Maar die vijf kwaliteiten naar voeding. Vijf spiralen komen samen in één lichtpuntje, in het midden tussen hun handen. Ga mij ook nog eens verbinden met met de drie bronnen. Externe energieën, de aarde onder mijn voeten. Via de binnenzijde van mijn benen stroomt, via de bekkenbodem naar binnen in de rondjen, verbindt zich eveneens met dat lichtpuntje. Ik trek mijn kin in, richt mijn kruintje op richting de hemel en ik ontvang de hemelse spiraal. Mijn tong zacht contact met het verhemelte. Met iedere uitademing laat ik die hemelse energie ook helemaal indalen tot in mijn dantien. Contact makend met dat lichtpuntje. Hemel en aarde komen samen met de vijf elementen. Yin en yang. Maak opnieuw verbinding met die heel kosmisch licht, de zon. Ontvang die op mijn gelaat. Laat die naar beneden stromen over mijn keel, naar mijn hart. Daar, naar beneden, terug tussen mijn handen, met dat lichtpuntje. Externe en interne energieën komen allemaal samen. Yin-yang, halfgeel kosmisch licht, vijf elementen. Eén centerpunt. Als je beide handen weer samen onder je navel. Blijf nog even aandachtig aanwezig. Observerend het effect van de hele Chimichang zelfmassage. Nog eens de connectie tussen je voeten en je nieren. Goed. Cirkel over je buikje. En dan gaan we stilletjes aan afsluiten. Beweeg weer een beetje.